Ah, zijn de bezig? Ja, ik ben aan het spelen. Hello everybody. Wij kunnen die helemaal niet golven. Jawel, wij kunnen dat wel. Ik heb nog nooit gegolfd. Ik zit gewoon vast. Maar ik ben ook trots dat je weggaat, maar... Ik heb geen troon gezien. Hi guys en welkom bij een nieuwe vlog. Wij zijn net toegekomen in ons hotel waar dat wij nu een weekje gaan verblijven. De reden is eigenlijk ja, dat ik en Vic 3 nachten ergens anders hebben geslapen omdat hier geen plaats was. Omdat wij eigenlijk ja, last minute hebben beslist om naar Dubai te komen. Ik wil jullie trouwens ook heel erg bedanken voor alle positieve commentaren op mijn YouTube kanaal. Ik ben super blij dat jullie ja, echt plezier halen in het kijken naar mijn vlogs. Dus ja, ik neem jullie mee naar een week in Dubai. Er zitten toch kleren in? Die je gewoon niet van deze vakantie niet zie. Dat kan niet, hè? Jawel, dat kan wel. Ik ben 6 maanden op congé. Ik neem deze kast, liefje. Heel deze kant. En jij krijgt het. Goed, hè? We starten het nieuwe jaar met een heel ongezonde maaltijd, omdat ik er zin in heb, bij Shake Shack. Ik heb er echt zoveel zin in. Wow. Burgers. Lekker! En mijn jurk is van Love Shack Fancy. En ik heb deze gekocht op Revolve. Maar deze spiegel is ook wel totaal niet zo duidelijk. Maar bon, dit is dus mijn kleedje. Dus een geweldig idee om naar Dubai te komen. Als ze 4 dagen vol een bak regen geven. En we nu ook de expo gaan bezoeken. En we nu pas beseffen dat alles eigenlijk openlucht is. Ik sta hier volledig onder water. En ik ben dus op mijn slippers. Dat was dus totaal niet zo'n goed idee, want die gaan helemaal kapot. Plezant. Het is hier ook gigantisch groot. Je hebt hier een dag dus nodig om helemaal alles te zien. Vic, vind je dit leuk om te doen? Nee, ik snap het ding niet zo goed. Aanschuiven, ik weet niet wat we nu gaan zien, maar eigenlijk interesseert. Hoe bevonden ze, hè? Nathalie, dat is zo kei mooi. Dat kunnen we op foto ook zien, hè? Dat we moeten hier komen. We zijn vandaag dinsdag en het weer gaat erop vooruit. De zon is er doorgekomen, maar er is dus ongelooflijk veel wind nog steeds. Wat dat het dus zo wat kouder maakt. Maar bon, ik hoop dat de wind gaat liggen en dat we dus eindelijk eens deftig op strand kunnen liggen. Want we hebben echt nog geen 1 dag zon gehad en we zijn er nu ja, toch al 7 dagen. Ik kan jullie even mijn jurk tonen. Mijn jurk is van Naked. Het heeft zo'n open ruglans achter. Het is super moeilijk te zien. Oh nee, mijn lift. Het is niet zo makkelijk te zien via video. Maar het is dus een gele jurk. En wacht, hier heb ik een spiegel. Dus deze gele jurk en achteraan is de rug zo open. Dus we gaan nu ontbijten. Iedereen zit beneden te wachten op mij, like usual.
En dan gaan we daarna proberen op het strand te liggen. Ik kreeg een paar berichtjes in mijn DM op Instagram over de vraag van wat eet je eigenlijk in de ochtend. Dus hier meestal drink ik eigenlijk gewoon een koffie en dan neem ik een avocado toast of magere yoghurt met gewoon wat fruit. Ah, hallo. Dag. De boys. Goed geslapen? Ja, ik weet niet of je het weet, maar ik ben naast u wakker geworden. Dus... Ben jij aan het genieten? Wij waren aan het genieten. Totdat ik kwam. Totdat een velende vriendin kwam. Ik ga zo naar de kapper. En ik ga mijn haar zo helemaal kaal doen aan de zijkant. Nee, daar ben ik niet mee akkoord. Maar dat weten. Ik heb net een avocado toast besteld met aardbeien en feta. Super lekker, moet je echt eens bestellen of proberen. Ik weet dat dat misschien raar lijkt, maar ik heb dat ooit eens geproefd eigenlijk in een restaurant. En dat was echt heel lekker, dus vanaf nu maak ik dat veel zelf en bestel ik dat eigenlijk veel. Even wachten. Wij komen echt super graag naar Dubai trouwens. Ik zeg het, ik kom hier echt al sinds mijn 3 jaar. En het leuke is gewoon aan Dubai. Het is niet echt super ver, maar ook niet dichtbij, begrijp me niet verkeerd. En je weet gewoon altijd dat je goed weer gaat hebben, dat je altijd zon hebt. Dus we zijn wel echt wat teleurgesteld dat we dit jaar echt zo slecht weer hebben. Dat is echt super stom. Dubai is eigenlijk ook totaal niet voorzien op zo'n klimaat. Ik bedoel dat het hier eigenlijk een week regent. Je merkt dat ook echt aan de straten. De straten liggen gewoon onder water van de regen. Mensen weten ook niet. Die zijn dat ook totaal niet gewoon. Bijvoorbeeld gisteren hadden wij bijna 5 keer voor dat een taxi aquaplaning voor had. Omdat ze gewoon dat totaal niet gewoon zijn om in de regen te rijden. Ik heb mijn haar net helemaal gekruld. Dus ik hoop wel dat mijn krullen er nu in blijven. Ik heb wel veel haarlak gebruikt. Dus ik denk wel dat dat in orde moet komen. Ik ga nu mascara doen op mijn wimpers. Dus eerst en vooral gebruik ik deze, Dior Show Maximizer 3D van Dior. Dus deze zorgt er eigenlijk voor dat je wimpers langer worden eigenlijk. Sorry, ik kijk even in de spiegel, want ik vind het moeilijk om het via camera te doen. Dus eigenlijk ziet die mascara er wit uit. Dan ga ik met deze van Maybelline over de witte mascara. Dus ik heb al 1 oog gedaan met mascara. Deze. En daarvoor heb ik dus eerst deze gebruikt van Dior. Dan deze van Maybelline. Dan de Sky High van Maybelline. Ik vind Maybelline mascara's echt zo goed. Ik gebruik die elke dag. En dan deze is de andere die ik ook gebruik van Dior. En deze noemt Dior Show Iconic Overcurl. Het handige bij deze mascara is dat je echt dus een heel volle effect krijgt op je wimpers. Dat je niet met een andere mascara of moeilijker krijgt eigenlijk. Voilà. Mijn wimper is klaar. Het is dus echt een heel groot verschil met geen mascara. Ik doe niet zo heel veel mascara aan, omdat het ook niet zo super goed voor je wimpers. Dus, maar voor wimperserum gebruik ik deze. Deze is echt een aanrader. Dus die is van Lancôme. De Cils Booster en dat is dus een lash serum. Zo ziet die eruit. En deze breng ik aan dus in de avond voordat ik ga slapen. Oftewel in de ochtend als ik bijvoorbeeld een dag geen mascara aandoe. En het is echt niet normaal, maar mijn wimpers zijn al op een maand tijd zo hard gegroeid. Het is echt een heel, heel goeie. Dus als je er nog één zoekt, deze echt zeker aanschaffen. Liefje? Ja? Ik heb iets heel
leuk georganiseerd. Een superleuke activiteit die dat je echt heel, heel leuk gaat vinden. Ik heb eigenlijk vandaag gewoon eens niks te doen eigenlijk. Moet ik zeggen wat dat is? Dat is termijn, precies. We gaan golven! Ja. Ja, we gaan golven. Maar ik weet het toch helemaal niet? In Dubai. Schat, ik heb keilang gegolfd, hè. Mini-golfd zeker? Nee, echt gegolfd met mijn ouders. De enige golf dat jij kent is de golf van Qatar. Schat, allee, zij is enthousiast. Ja, maar wij kunnen helemaal niet golven. Jawel, wij kunnen dat wel. Maar ik heb nog nooit gegolfd. Mijn mama en mijn papa kunnen dat ook heel goed. Kunt je een beetje enthousiast doen? Ja, ik vind het goed. Ik vind alles goed. Maar ik zal wel gelijk krijgen. Je gaat er schoon staan, schattekje. Nee, jij zei nu aan het zeggen dat ik niet kan golven, omdat jij eigenlijk niet kunt golven. Ik kan niet golven, maar ik heb tenminste zelfkennis. Jij slaagt je bal nog geen 2 meter. We zullen zien, Essebiet. We zullen zien. het is eigenlijk zo, het is niet echt een golf, gelijk een klassieke golf eigenlijk, als je gaat golven. Maar het is eigenlijk met etages. Je bal moet je niet gaan halen en blijft eigenlijk in het veld en rolt dan in eigenlijk van die gigantische putten. En je kunt dan ook op een scherm eigenlijk zien van hoe ver heb ik mijn bal geslagen en zo. Dus eigenlijk is dat meer voor de fun. Dus zelfs als je niet kunt golven of wel goed kunt golven, is dat allebei eigenlijk super tof. Dus ik heb er wel super veel zin in, want ik heb, ik ben nog nooit naar Topgolf Dubai geweest. Nu gaan we iets wat zien. Allee. Je moet voor die lens, dan komt er een bal. Het is een goed begin. Wat had ik een leuke dag. Replay. Ik wil de replay zien. Allee, schat, poging 2. Kom aan, schat. Focus, hè? Dan moeten weten vanmorgen op die kamer zo. Oh, ik kan dat weer niet goed. Ik heb toch golfkampen gedaan. Shit, toch? 3 minuten. Zo, slecht. Dus aan mij. Allee, doet dat goed, hè? Je voeten recht. Je voeten recht. Zo. Doe de benen. Zeg het daar juist in eerste keer zijn, al was het dan. Ik heb het jullie toch gezegd. Ik heb dat niet gedaan. Dat doet niet, maar ja. Kom hier. Hier. Vooruit. Oh. Amai. Amai. Oh, amai! Je hebt 4 punten. Dan heb je 4 punten. 4 punten! Kom aan, hè. In de rode. Amai! In de rode. 3 punten. Amai, liefje. Oh. 3 punten. Is die slecht? Ik deed slechter. Amai, 16 punten. 16. Ik sta op kop. Schat, zij is wel enthousiast. Hoe schat ik een handballen? Amai. Los de rommel, joh. Oh, nee. Ja. Jij gaat dat hier gewoon los winnen. Ja. Oh my god. Ja. Oh my... Ja, goed. Oh my god. Hij verslaat je. Oh my... Dat kan echt niet eens, sorry. Ja. Yay, de zon is erdoor.
Het is hier nu 6:00 PM. Ik ben wat mails aan het beantwoorden. Ja, ik ga dit nog eerst afwerken en daarna ga ik me klaarmaken. Dus ik ben kei blij, want we hebben vandaag een super zonnige dag gehad. We hebben wel op het strand kunnen liggen. Dus ja, het was echt super leuk. Mijn mama heeft de deur toegedaan. Ik zit gewoon vast. Tof. Ik zit vast. Mama? Waarom sluit je mij niet op? Ik was je beu. Het is jouw laatste avond. Zeg gezicht, ik ben vrolijk. Nee. Ik ga jou missen hoor. We gaan vanavond eten in Amazonico. Een jungle. We zijn allebei heel jungle gekleed. Jij niet zo eigenlijk, hè? Ik ken een zwarte panter. Ja, in het zomaar. Schatjes, ze geven altijd een bord hier. En wat erop staat, dat vinden ze zo waar dat je op lijkt. Ah, wel ja. Ik vind dat jij daarop lijkt. Ja. Ik vind ook dat jij op je bord lijkt. Ik heb dus dit bord, kijk. Jij hebt ook zo'n grote mond. Jij hebt zo'n grote mond, schat, als die vogel. Dat is echt niet lief. Jullie hebben allemaal mooie dieren en ik niet. Lucas ook wel. Hopla. Papa, welk dier heb jij? Een kikker. Oei. Victor vertrekt naar huis. Jammer. En heeft zijn vuile valies op bed gesmeten. Ik ga beter wat wenen omdat ik weg ga. En die vieze flappen op dat teken hier. Maar ik ben ook trots dat je weggaat. Maar... Ik heb nog geen troon gezien. Je zei me beu, hè. Daar mag je nerveus. Ik moet leren wat ze... Allee. Schat. Mijn paspoortje. Oei, vervallen. Nee, het is een nieuw. En vandaag is onze laatste dag hier, want morgen vertrekken wij terug naar België. Ik heb heel erg genoten van mijn vakantie. We hebben toch nog een paar dagen echt super mooi weer gehad, dus daar ben ik echt blij om. En ik hoop dat jullie super hard genoten hebben, ook van mijn vlog. Ik heb niet alles kunnen filmen. Ik wil daar ook sorry voor zeggen, want ja, ik heb niet gewoon altijd mijn camera bij de hand als ik op reis ben. Omdat ik ook vind dat je echt moet genieten als je op vakantie bent. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie van deze vlog vonden, dus laat het zeker weten in de comments. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik jullie volgende week terug met een nieuwe vlog. Bye bye!